Dankzij Royalty Magazine en Weekblad Story weten we inmiddels veel over Amalia's vriendje, Boris Saxe-Coburg-Gotha. Hij is een prins met een passie voor kunst, sociaal en sterk familie georiënteerd. Toen Boris tien jaar oud was, raakten zijn ouders betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Dit ongeluk resulteerde in een langdurige coma voor zijn vader die uiteindelijk overleed toen Boris 18 jaar was. De 26-jarige Boris studeerde aan de prestigieuze University of the Arts Londen. Na zijn studie verhuisde hij naar Madrid waar hij prinses Catharina Amalia, Beatrix Carmen Victoria, die wij gewoon Amalia noemen, ontmoette. Hun ontmoetingen vond plaats tijdens de bruiloft van de Hertogin van Medina Celi waar ze het duidelijk erg naar hun zin hadden samen. Volgens het Spaanse tijdschrift Hola kennen Boris en Amalia elkaar al langere tijd vanwege de vriendschap tussen hun families. Koningin Maxima en koning Willem Alexander waren zelfs aanwezig bij de begrafenis van Boris' vader, prins Kardam. Het verlies van zijn vader maakte Boris tot erfgenaam van de voormalige Bulgaarse troon. Ondanks dat deze troon niet meer bestaat, geniet Boris nog steeds veel koninklijk aanzien. Boris werd in Madrid geboren als prins van Saxe-Coburg-Gotha. Deze naam kwam in 1840 in de Britse koninklijke familie door het huwelijk van Koningin Victoria met prins Albert, zoon van Ernst, hertog van Saxe-Coburg en Gotha. Echter, Koning George V veranderde deze Duits klinkende titel naar Windsor in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog. In Bulgarije werd de monarchie afgeschaft in 1946, toen de Volksrepubliek Bulgarije werd opgericht. Tsar Simeon ging in ballingschap, wat het einde van het Koninkrijk Bulgarije betekende en het begin van het communistische tijdperk. Dit beëindigde een monarchie die sinds de 7e eeuw had bestaan. Prins Boris maakt nog steeds deel uit van deze oude dynastie. Boris' moeder, prinses Miriam Gazi, is een sieradenontwerpster met dezelfde kunstzinnige inslag als haar zoon. Tijdens haar eerste huwelijk met Kardam, prins van Tarnovo, werd ze lid van de Bulgaarse koninklijke familie. In 2008 hadden Miriam en haar echtgenoot een ernstig auto-ongeluk. Miriam belandde in het ziekenhuis en haar man liep ernstig hersenletsel op, waardoor hij in 2010 in coma raakte en uiteindelijk... In 2015 overleed. Boris was toen 18 jaar oud. Na de dood van haar echtgenoot werd hun zoon, prins Boris, de beoogde troonopvolger van de opgeheven Bulgaarse troon. Op 3 september 2022 trouwde prinses Miriam met prins Ghazi bin Mohammed, een neef van koning Abdullah bin al-Hussein van Jordanië, en werd zo lid van de Jordaanse koninklijke familie.